Dit is Dion van Te Veel Gevraagd en Dion is toch wel een beetje noob. Dus op zich zou hij wel wat coachen kunnen gebruiken, toch Dion? Klopt Rick, ik ben enorm noob. Dus vandaag ga ik Dion coachen en gaan we kijken of Dion zou kunnen qualifyen voor een FSCS toernooi. En wij nemen dan dus ook de officiële puntentelling voor Cash Cups mee. Dus laat even weten in de comments hoeveel punten jij denkt dat Dion gaat halen. En ik ben heel erg benieuwd. Oké, Dion. Ja. Wat zou normaal gezien jouw planning zijn? Een planning voor een potje. Waar zou jij nu gaan landen? Ik land normaal gesproken... Piazza, dat nog grijs is. Ja, daar land ik meestal. Nee, maar ik weet het eigenlijk niet. Waar land ik? Ja, Ja, als ik jou was, zou ik landen bij... Oh, ik weet waar ik land. Ik land altijd heel rustig. Ik landde vorige keer... Oh, waar was dat? Daar ligt een eiland. Oké, ga helemaal naar boven toe. Ja? En dan tussen dat water in het water zelf, zeg maar, daar spant zo meteen een eiland. Oké. Welke challenge moet ik accepteren? Laten we even goed nadenken. Hit enemy players with different weapon types. Die ga je halen vandaag. Tank en bus drivers, denk ik, belangrijk, toch? Niet heel belangrijk natuurlijk, maar we gaan... Het is natuurlijk een toernooi, hè? $100,000 FNCS toernooi. Dus we gaan Dion coachen. Om te kijken hoe ver die kan komen. Placement telt mee, kills tellen mee. We gaan de punten bijhouden. Let's go, man. Oké. Als je dus daar landt, dan heb je dus een kerstman. En die gooit dus cadeautjes op je. Dat is wel even belangrijk. Wat is die glider? Had ik een verkeerde glider? Wat is er? Ik kan het goed ophangen, jongen. Wat is het voor een glider? Het is gewoon een topglider. Hij heeft wel gekke booty, man. Hij heeft wel een... Ja, daarom. Oh, daarom? Oké, je zegt landen en dan kerstman. Ja, landen. Dan... Ik zou eerst landen eigenlijk bij het linkerste huisje. Maar we zien daar. Dus dat iemand bij jou landt. Dus we moeten eigenlijk kijken waar landt hij. Maar omdat jij zo'n grote glider hebt, zie je hem niet. Ik weet niet of hij nou al geland is. Ik denk dat hij lager is. Maar daar is hij. Oké, laten we dat huisje landen. Ja, dan drop je daarin. Dan heb je misschien bij de kerstboom chest. Twee zelfs. Doe eens gek. Dit zijn legendary chesten. Hij zit naast je. Nice. Hoppa! Lekker. Eerste kill, eerste punt, hè. Eerste punt is binnen. Oké, gelijk minis innemen natuurlijk. Ja, laten we die chest openen ook nog. Zo, het is de eerste keer dat ik met een nieuwe movement speel. Ik heb al een tijdje niet gespeeld. Mm-hmm. Moet ook natuurlijk minen, dat is ook wel een ding. Tering, waar ben ik snel? Ja, het voelt nu heel snel allemaal, dat klopt. Oké, wat je kan doen is natuurlijk die ene guy... Ja. Weet jij zeker of die ene guy het was? Of dat die andere guy nog was? Nee, die guy is een andere guy, denk ik. Oké, dan weet je dat in ieder geval. Wat je kan doen nu, is even snel kijken waar de snowman is. Tenminste, snowman, de kerstman. Nou, hopelijk zit hij niet in je broek, maar... De kerstman zit niet in mijn broek, nee. Oké, gelukkig maar. Ik hoor hem wel. Hij zit sowieso in het midden ergens, is hij op het ijs. Daar staat hij meestal. En de grapplers zijn ook nieuw, dus dat is mooi. Als het goed is, is hij hier ergens. Loopt hij hier? Daar rechts. Rechts loopt hij. Oh, daar moet ik hem mee doodschieten? Nee. Je moet gewoon naar hem toe lopen. En dan zegt hij... ben jij naughty or nice? Is het handig om eerst even te looten en te kijken of die andere guy er is? Nou ja, je hebt al best wel prima loot. Ja, kijk, dat is wel waar. Kijk, dit is een heel groot cadeautje. Hoppa. En heel veel gold. Gold. Die pistool is wel goed, hoor. Die pistool is wel goed. Oké. Nou, laten we dan gewoon maar naar binnen daar naartoe gaan, toch? Die pistool is wel goed. Die pistool is wel goed. Die pistool, maar wat is er zo goed aan die pistool dan? Hij heeft een red dot sight erop, dus wel zo goed hoor. Dan nemen we mee. Als jij meneer coach zegt dat ik hem mee moet juist, nemen. Ja, ik probeerde die hint al te droppen, maar die hint kwam niet aan. Coach, we gewoon harder tegen hem zijn. Hij is gewoon zeggen, John, meenemen. Dion, nu naar de kerstman lopen. Kijk, en dan zegt hij, have you been naughty or nice? En dan geeft hij een cadeautje. Moet ik nog wat doen? Nee, gewoon openen. Ja, lekker. Kijk, en dan krijg je dus gewoon weer een SMG. waar is mijn shotgun? Die zit een shotgun in, let op. Snowball launcher, dat is ook niet verkeerd, maar ik zou hem niet meenemen. Nee, hè? Nee. Laten we even looten hier gewoon nog eventjes. De storm die zit helemaal safe, dus jij kan gewoon lekker chillen nu. Ja, het is een rustige start, maar wel met een kill. Ik vind dat je het netjes doet. Leon, ik vind dat je het netjes doet tot nu toe. Je hebt één kill, je hebt goede loot, behalve de shotgun, maar that's it. Weet je, dat is prima. Ja. Je kan hierachter. Hierachter liggen nog meer cadeautjes en zo. Of kleine cadeautjes. Hmm. Oh, is dat een shotty? Dat is een shotty!
pump! Dat is wel lekker, toch? Dat is zeker niet verkeerd. Alles door, door de goede coachings. Dan zou ik loot pakken nog even en dan zou ik launchen. Waar naartoe? Naar de cirkel. Zoals je ziet, je moet naar Classy Quartz. Maar wij zien een medal. Meer naar de rechterkant. Ga eens naar je map toe. Dan zie je bij Lavish Lea. Bij Lavish Lea. Er zit een medal. Ik wil graag dat jij die medal gaat pakken. Oké, dan gaan we dat doen. Gewoon, die glider, maat. Echt. Perfecte glider. Judgment glider niet. Is dat een icon series van jou of niet? Die glider? Ja. Ik heb geen idee. Ik dacht dat deze bij de Ninja Turtles hoorde. Oké, nou als ik jou was, zou ik eventjes kijken waar die medal ligt. En zo te zien... Ik zie iemand. Niet schieten. Nee, dat heb ik nog niet gedaan. Tot zonder jouw commando doe ik niks. Oké, dan zou ik, als ik jou was, nu gewoon doorgaan naar Lavish Lea. Want die guy gaat verder lopen. En dat betekent dat hij niet durft te fighten in Lavish Lea. En jij wel. Eigenlijk wat je zegt. Ja, eigenlijk wel. Maar dat ben jij niet. Nou, ik denk niet dat je heel erg veel hoeft te bouwen. Een ster en een wall moet genoeg zijn, denk ik. Zie je die medal, zeg maar? Dat is precies waar de bot staat. Ja. Dus ik denk dat je hem wel kan fighten. Zullen we dat eens doen? Ja, ik zeg let's do it, man. En dan denk ik dat hij daar staat. Oh, veel damage. Oh, veel damage, hoor. Oh, nice. Eigenlijk nu spant er wel een aantal bots. Dus pas op. Minder dan ik had als verwacht. Oh. Er zijn iets van 3 bots spannende volgens mij. 2. Dit heb jij, Dion. Kom op. Cracked. Lekker. Oh, lekker kill. Oh, nice. Goeie. Goeie. Kom op. Nice. Box hem. Box hem, Dion. Oh, mijn god. Oh, mijn god. Dat is insane. Oké. Okay. Oh, wat een box! Oh. Fully boxed. Is oh cracked. My god, hoe meer damage ik verwacht had. Oh, kom op. Je hebt hem. Boom. Nice, lekker. Nu wel even jezelf inbouwen. Oh ja, is goed. Gewoon even zo en dan... Ja, precies. Perfect. Oké, wat er nu gebeurt... is je krijgt 50 shield van die medal. Ja, je krijgt niet full shield. Niet Oh. Jawel, nee. Oh wel, dat is oké. Maar je krijgt maar tot en met 50. Ja, je kan daar nu namelijk de kluis openen. Ik zal wel even achter jou iets bouwen als dat kan. Juist hem. Dan weet je in ieder geval dat als iemand komt, dan komt hij. Ja. Nou ja, en dan heb je nu een kluis. Kan je even openen en zo, weet je. Present. Like. Oh. En... Hé, dat ben ik. Oh, nee. Oké. En dan kan je nu... Ga eens naar de... pak je tweede wapen vast. Tweede wapen. En dan hier achter jou heb je een workbench. Ja? Zet er dan een red dot op of zo, wat jij wilt. En dan ga je door naar de tweede. Bij de tweede, nou, die zit er al op. Volgende. Dan de laatste. Je zorgt ervoor dat je dus meer kan hipfiren. En de allerlaatste, dat moet je zelf weten. Ik zou die andere doen. Maar, ja. Nou. Oké, nu moet er weg. Nu kan je ook zometeen hipfiren op enemies. Wat super chill is. Maar je hebt alle tijd. Ik hoorde die mooie edits op je keyboard, dus dat was goed. Snel, wel satisfying. Satisfying, hè? Ik hoorde dat getikt, dat ASMR. Nou, flopper, kun je innemen. Waar is die? Oh, ja. Daar, ja, nice. Maar inderdaad, je kan hier inderdaad ook healen. Ja, in plaats van doorlopen kan je ook healen. Ja, dat is ook een optie. Slim, hè? Ik doe wel even de radio aan, zo. Huts, $4 op mijn peperdure muts. Zo, ik moet even terug in mijn, waarvoor ik ingehuurd ben. Meneer, u moet door gaan rijden. Ja. Door naar de volgende cirkel alvast. Want deze tower is al gepakt. Dus die hoef je niet te pakken. Wij gaan door naar... laten we Loot Island doen. Nee, links. Ja. Links zie ik een fight. En je hebt wel wat... Ja, je hebt wel... Ik vind wel dat je een puntje erbij mag krijgen. Dus kijk of je een third party kan pakken op een beetje afstand. Dus niet meteen fully erin gaan. Maar gewoon dat je even kan kijken of je misschien iemand kan, vies kan killen. Ja, goede box. Waarom nice. Nou niet? Waarom kan ik niet? Nice, GG's. Links van jou ook enemies. Nee, volgens mij zijn mijn keybinds verwisseld. Ik maak geen grapje. Of kan ik hier gewoon niet bouwen? Ik weet het niet. Ik zou even links kijken van jou. Daar, want daar zit enemies. Er komt iemand. In rust gaat niet Logan pakken. Juist hem. En dan kan je nu pushen. Dat kan, want hij is white. Oh, ja, replace the wall.
Oh, oh, ja, nice. Oh, oh, Ampe! Nee! No way! No way dat je die hebt, gast. Dat is insane. Maat, jij... Wow, joh, als jij niet qualified nu, hè, dat is insane, gast. Holy shit, oké, je hebt wel 2 kills, dat is prima, weet je. Je hebt niet de jackpot of zo. Maar voor deze World Cup Final is dat wel goed. Gaat om ook om placement natuurlijk. Ja, nee, 100% daarom. Dat is heel belangrijk. Kijk, je ziet dus op de map, zie jij een oranje cirkeltje. Ja. Dat is dus iemand die een medal heeft. Net zoals jij die hebt. Dus je kan kijken of je hem kan killen. Maar als ik jou was, zou ik eerst even zorgen voor die HP. Liggen daar nog bandages? Achter jou? Waar liggen die? Links, in waar je hem gekillt hebt. Oh, ja. Kan je die lopend innemen? Dat kan. Neem je die shield weer mee? Nice, oké, lekker. Wat ik zou doen als ik jou was, is ik zou wel even het stadje ingaan. Maar ik zou op het gebouw gaan zitten en jezelf even inboxen. Tenminste, dat je daar wel... Oeh, daar ligt daar loot. Zie je die? Misschien ligt daar een medkit. Voor mij ligt daar een medkit. Ga het even checken. Dat zou heel erg lekker voor jou zijn. Ik ben een beetje bang dat iemand onder deze... Nee, hij zit er niet onder. Nee, kijk, je hebt die. En een riot shield is eigenlijk wel Loki heel goed, maar... Ja? Oh, lekker. Rechts nog een wal. Juist, lekker, maat. Hey, je doet het goed, man. Poh, hey, niet te veel flexen, man. Hey, die enemies moeten... Oh, ze moeten niet gaan relieven, hè. En die riot shield, die blessing shield. Juist, prima. Heb je die een keer gebruikt? Kijk, dan kan je dus schieten Je kan niet vaulten, zie ik al. Wat? Ik zei, je kan niet vaulten met dat ding, dus je kan niet dit doen. Oh, nee. Juist, Kijk, nu zie je dus een cirkel iets verder. Dus we moeten in ieder geval de cirkel gaan pakken. Ja, en dan omhoog. Ja, en dan achter jou moet je ook eventjes weghakken. Want anders dan schiet iemand zo meteen door het raampje. En dat wil je niet hebben, hè, Dion? Dat wil je niet hebben. Oké, 5 enemies nog over, hè. 5. Oh. Rustig gaan. Eerst controleren waar die zit. Hij zit waarschijnlijk helemaal beneden. Okay, dus zo, maar alles ging net over zijn hoofd heen. Oké, no stress. Geen probleem. Lekker, 22. Nog een keer 22. Lekker. We zullen dan ongeveer 150 HP hebben. Tenzij diegene is met de medal, hè. Dat weet je natuurlijk niet. Weer 44. Ja. Ik zou gewoon een beetje hier blijven, aangezien natuurlijk sowieso nog iemand onder jou zit, hè. Dus daar moet je even rekening mee houden. Pas op dat hij je niet gaat snipen. Die woont. Oh, iemand anders wel. Ja, daarom. En aangezien je niet die flare altijd daar ziet. Daar komt de Trunu! Oké, cirkel. Ik weet niet of je fall damage krijgt, maar... Soms wel, soms niet. Oké, laten we... Ga op die berg zitten achter je. Ja, goeie. Zo ja. En dan zou ik niet te veel bouwen. Zou ik in het bosje even zitten? En dan kijken of je misschien iemand ziet of zo? Ik zie hem daar. En dan kan je schieten. Lekker. Oké, nu wel doorgaan naar echte cirkel. Ben ik toch bijna? Ja. Nee, dat ben je nog lang niet. Maar dan moet je van dit bergje af. Goed. Ja, juist. Oké, hier bouwen nu. Hier, juist hem. Lekker, man. Ik zou twee stories bouwen, zou ik. Wacht even. Ja, is goed. Waarom? Nou ja, een andere kant weer op. Juist hem. Oh. Ja. Oh. Dude. Omdat je dan wat veiliger zit. Ja. Ook vanwege de snipers. Kijk, daarboven iemand. Pas op, sniper. Sorry. Ja, je hebt goede placement, man. Je zit in de top 5. Dat is goed. Oké, laten we even kijken. Wat nu belangrijk is kijken waar zitten de enemies. Trouwens. Ja, dus waar zitten de enemies? Dat is nu wat belangrijk is. En dan hoef je niet per se voor te pieken of zo. Nou, dit is goed. Oké, dan heb je in ieder geval 2. Hier is er nu eentje dood. Wat een rot aan. Onder jou loopt iemand. Pas op. Lekker. Niks doen. Laten we maar lekker vechten allemaal. Ik wil wel gaan hitten. Wat is dit een rotwapen op long range, jongen? Echt. Ja, pas alsjeblieft op. Hij gaat nu snipen daar. Oh, hij is een sniper daar. Ik zie het. Had ik nou maar iets van grenades? Had ik die egg launcher aan het begin maar meegenomen? Ja, maar ja, dat is altijd achteraf, hè? Achteraf heb je spijt. Lekker wachten. Niet doen. Hij is geen sniper. Dat weet je niet. Snipers hebben niet altijd een flare. Oh. Wanneer ze een scope, zeker? Ja, als ze een eco scope hebben of een red dot, dan hebben ze geen flare. Oké. Dus je weet het nooit. Zit het moment dat ik... Hit the greedy! Hey, hit the greedy even real life, dan.
Ik heb hem gegooid. Dus we moeten nog één iemand zien te vinden. Ja. Dus kijk goed om je heen. Oh, nice. Ga eerst maar de berg op hier rechts, inderdaad, voor je. En dan ga je dus zeg maar op de bult die je net had. Hier, juist hem, links. Volgens mij kan je op je allereerste bult zitten. Maar die box, ja, die box die je daar hebt gemaakt. Op Railway Station. Ja, daar bedoel je. Ja, volgens mij kan je daar zo meteen zitten. Of net niet, maar dan kan je net niet zitten. Nee, maar dat is prima, dat is niet erg. Wel hier high ground houden. Nice. Twee andere enemies over. Eén jij weten we, let op voor die andere guy. Die is niet belangrijk. Ja. Zoals nu dus. Nu kan je proberen te turpardien. Nu. Go. Je hebt een super goede zonde. Kom op, man! Bewijs jezelf! Hij zit hier in de box. Oh, kom op! Ja, let's go! Easy win! Je hebt gewoon gewonnen! Je hebt gewoon de FNCS Finals gewonnen!